Storming Amsterdam. Binnen 24 uur heen en terug fietsen naar Amsterdam, de hoofdstad. Ik heb dat samen gedaan met Lucas. Een van mijn allerbeste vrienden. En wij hebben er toen 13 uur en 10 minuten over gedaan. En ik heb het volgens mij helemaal niet met Lucas hier ooit over gehad. Maar bij deze, Lucas, ik weet dat jij echt alle video's kijkt waarin jouw naam in de titel staat. En toevallig staat jouw naam ook in deze titel. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij alweer de 19e aflevering van The Beginning seizoen 1. Heb je de aflevering nog niet gezien die 30 maart online kwam? Check die even eerst. En dan kan je meteen doorstromen naar deze aflevering waarin ik vertel hoe ik begonnen ben met YouTube en al dat soort dingen. Ja, een beetje hetzelfde verhaal altijd. Op woensdag 23 oktober uploadde ik de allereerste Storming Scotland vlogs. Vlog 1 van de 8. Met de naam handgenaad gevonden op Edinburgh Airport. En dat was ook de meest bekeken Storming Scotland vlog. En daar kan je nu even een stukje van zien. Hoi, komen er nog mensen bij? Is het grapje? Nou, hij zei net, hou je statief gewoon in je hand, zei hij meneer Van der Wal. Ja. En toen dacht ik van, dat hij het meende, want ik heb dit dus nog nooit eerder gedaan. Dus dat is best wel grappig. Hey, kom er ook bij. Welkom. 5 dagen later uploadde ik weer een Storming Scotland vlog. Waarin ik Vossen een bompakket voor zijn verjaardag gaf. Wat eigenlijk de prequel was voor de hele serie Bompakket bij. Waarvan heel snel nieuwe afleveringen komen. En daarvan kan je nu even... Dit wordt smikkel, jongen. Nou, geniet van je chocola en fijne verjaardag nog. Op woensdag 30 oktober uploadde ik Harme Frodo vlog 80 alweer. Waarin jongens gingen zwemmen in Loch Lomond. En we gingen kijken bij de kelpaarden en zo. En toen maakten we onze hele reis richting Glen Nevis. En daar kan je nu even zien. It's time to go, boys! Fuck it! Een paar dagen later upload ik de 81ste Harme Frodo vlog waarin we de Ben Nevis gingen beklimmen. Wat wel een van de zwaarste dingen was van de hele Schotland reis toen. Dit is niet echt vlogmateriaal denk ik. Maar... Nou, dat je dat nu zegt wel. Oh. En camera loopt. Oh, dat is niet. Hey Harme. Op 6 november upload ik Harme Frodo vlog 82. Waarin we in de Hogwarts Express gingen. Helemaal richting Malek. Waarvan je nu even een stukje kan... Fuck af, Frodo-volgers. Want dat is... Ja, ik zei vroeger altijd fuck af, Frodo-vloggers. Maar toen bedacht ik dat misschien niet elke Frodo vlog. Je noemt je fans, je Frodo's. Nee, mijn Frodo-volgers. Ik ben een Frodo en zij volgen Frodo. Wow, zo moeilijk is het niet. In Harme Frodo vlog 83 ging ik zelf zwemmen in Loch Seal. Wat een meer is in Schotland, heel bekend van de Harry Potter films en dat soort dingen. En dat was... Wow. En om dat record ook nog eens te breken, ging ik in Harme Frodo vlog 84 zwemmen in Loch Ness. Wel het bekendste meer van Schotland over de hele wereld is dat meer wel bekend. En ik kan jullie op dit moment wel verzekeren. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but... The... Op maandag 18 november haalde ik de 250 abonnees. En uploadde ik dus ook de 250 abonnees special. Harme Frodo vlog 85 was de ene laatste Storming Scotland vlog. Waarin we nog één wandeling gingen maken die vrijdag door de Cairngorms, een natuurgebied in Schotland. En waarin we de weg terug gingen weer met het vliegtuig terug naar Amersfoort. En daar kan je nu nog even een stukje van zien. Precies, dank u wel. Alsjeblieft. Hoi. Hoi. Ben jij mijn nieuwe vriendin? Ja. Oh, wat leuk. Bij deze. Ik heb een titel.
Nee, ik hoef niet meer teken dan 3. Waar ben je? Heb je een thee? Waarschijnlijk wel. Op 25 november upload ik de top 10 hoogtepunten van Storming Scotland. Met top 1 natuurlijk het zwemmen in Loch Ness, wat ik net ook al benadrukte dat ik dat heel erg tof vond. Daar, dat kan je ook nog heel even zien staan. Darkness rises in all you do. Wat mij betreft was de allereerste plek van Storming Scotland de dag dat ik samen met Luca in het Loch Ness meer ging zwemmen. En dat kan je hier nog even zien. Is het aangeraden om in Loch Ness te gaan zwemmen? Dat is zeer zeker niet. Het hangt er vanaf hoe lang je zwemmen wil. Meteen na Ameland ging ik door naar... Meteen na Schotland ging ik door naar Ameland. Waar ik nog één vlog heb gemaakt waarin ik ging zwemmen in de Waddenzee. Dat was in de herfstvakantie, dus dat was echt heel erg koud. Maar best wel tof om dat toen nog gedaan te hebben. Omdat... Ja, niet heel veel mensen zwemmen nog rond die tijd van het jaar in zee of zo. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird. De allerlaatste Storming Scotland vlog was Harme Frode vlog 87. We waren alweer terug in Amersfoort, maar gingen met een hele groep, tenminste iedereen die het leuk vond om te komen, nog eten bij een restaurant. En natuurlijk nam ik mijn vlogcamera toen mee kwam. Het zou ook wel een beetje raar zijn als ik dat niet doe. Dat je zo'n Storming Scotland dag hebt en dat ik mijn camera dan niet bij me heb. Dat ik daar gewoon kom en niet ga vloggen. Dat zou wel echt best wel raar zijn. En start! Maandag 9 december upload ik de 12e aflevering van Frodo Reageert, waarin ik ging reageren op Jim Moriarty uit Sherlock, die terugkwam, wat best wel een hele toffe video was. En daar is ook deze hele maand van Frodo Reageert, is daarvan afgeleid, omdat die aflevering serieus heel goed bekeken was. Dan was dat altijd lastig te beantwoorden, want ik gaf altijd hele verschillende antwoorden. De ene keer was het Line of Duty, de andere keer was het The Bridge. Halverwege december maakte ik Harme Frodo, The Last Soldier, The Six Missions. Na 2 jaar lang het vervolg op The Last Soldier. Wat ik gemaakt heb voor CKV voor school. Ik heb daar een 9,5 voor gekregen. Waarin ik me ook altijd nog afvroeg waarom die 9,5. Want zo goed was het niet. Maar misschien omdat ik heel erg bezig ben met YouTube en zo, was het gewoon een stuk beter dan wat de rest gemaakt had. Maar dat weet ik ook niet heel goed. In ieder geval, kijk, er is toch nooit iets mis geweest. Moeten we je afgelopen missies gaan doornemen? Dan wijst het zo op zich. Welke missies bedoelt u? 2016. Je werd achterna gezeten door iemand in het bos en hebt het ten nauwernood overleefd. En dan komen we echt aan het eind van het jaar. Op woensdag 25 december, eerste kerstdag, uploadde ik de vlog Noah haalt alleen maar onvoldoendes op school. En daarin gingen we ook naar de Messiah, een opera, nee niet een opera, maar een soort concertstuk in ieder geval, waar we gingen kijken. Wat heel erg tof was. En dat was eigenlijk een beetje een oldschool vlog, zoals een beetje eigenlijk de meeste van mijn vlogs horen te zijn. Met een deel gezelligheid op school en een deel gewoon dingen die ik zelf doe in het dagelijks leven. Een beetje de half-half vlog. Landen met 8,2. Wil je even op de vlog vertellen dat je een 8,2 had? Ja, 8,2 ben je heel blij mee, man. Kan je ook vertellen hoe het dan komt dat Leon... We hebben 2,2 mannen. Nou, nog steeds hoger dan Leon, hè? Ja, dan Noah. En toen was het 2020. Een beetje tijdstip om oude, eerdere dingen af te sluiten. En om nieuwe dingen te beginnen. Dus om het jaar af te sluiten, om 2019 af te sluiten, uploadde ik de video Het Einde 2.0. Waarin ik eigenlijk in een soort rap mijn hele 2019 doornam. Om dat ook een beetje af te sluiten. In de IKEA, ik zeg het nu eerlijk en zonder censuur. 2019 was lijp, 2018 een muur. Arme Frodo hier, dik in de flow, 72 uur in New York. Ja, dat doe je zo. Zelfs Boxerman was voor mij weggelegd, maar heb ik ooit echt een wedstrijd gezegd? Een weekje later uploadde ik het allerlaatste deel, de seizoensfinale van De Adelaar is geland, zodat dat ook achtergelaten wordt. En daar is Steiner, die ziet dus de man waarvan hij denkt dat dat Winston Churchill is. En die schiet. En de andere mannen van Clark, die horen het schot, dus die rennen naar buiten.
En dan een paar dagen later, op 8 januari, uploadde Noah zijn vlog van zijn Oostenrijk-avontuur. Hallo allemaal, ik ben Harme Frodo en dit is mijn beste vriend Noah. Ondanks dat Noah heel erg jong is, nog ongeveer 13, moet je hem niet doorvertellen hoor, vindt hij niet zo leuk. Maar hij blijft wel een makkertje. Noah is al sinds klein bij mij, naast mij in de wieg, mijn beste vriend. En nu nog steeds. Hij vindt me soms vervelend, maar hij kan me soms ook wel aardig vinden. Dit is Noah en dit is mijn beste vriend. En op 13 januari ging ik de grootste challenge ooit aan. Storming Amsterdam. Binnen 24 uur heen en terug fietsen naar Amsterdam, de hoofdstad. Ik heb dat samen gedaan met Lucas. Een van mijn allerbeste vrienden. En wij hebben er toen 13 uur en 10 minuten over gedaan. En ik heb het volgens mij helemaal niet met Lucas hier ooit over gehad. Maar bij deze Lucas, ik weet dat jij echt alle video's kijkt waarin jouw naam in de titel staat. En toevallig staat jouw naam ook in deze titel. Daag ik jou uit om een Storming Amsterdam Break the Record poging te doen zodra corona over is. Dat we samen weer naar Amsterdam gaan fietsen. En als we dan gaan we proberen om sneller dan die 13 uur in Amsterdam en terug te zijn. Om gewoon er een recordpoging van te maken. Dus ik hoor heel graag in de comments beneden of in een WhatsAppje of iets. Of je dat wil doen met mij of niet. En in ieder geval kan je even een stukje zien van de Storming Amsterdam vlog van Lucas en mij. Ja, dat zei ik al. Daarom sta ik hier. Slecht idee. Kijk nog eens. Welkom bij de Lucas probeert te navigeren compilatie. Lucas, hoe gaat het? En om mee af te sluiten, uploadde ik op 15 januari 2020 de 500ste video op Harme Frodo. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze 19e aflevering. Van die beginning. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij een volgende video. Waarin we gaan reageren op Jim Moriarty die back is of zo. Of gewoon een Frodo reageert van het laatste kasteel. Er komen allemaal nog hele toffe dingen aan. En tot ziens. Tot later.